Koen. Gwen, ik heb drie vragen om te starten en dan ga ik je introduceren. En dan gaan we helemaal los, oké. Okay. Mijn grote idool is, oh, die zijn er mij. Ja, die zijn oh, er die... ja. <laughs> ja, lieve mensen. Het is nog vroeg. Um, mijn grootste idool is um, ja, Victoria Beckham. Oké, okay, gaan we? Weet we ik altijd dat is heel cool waarom? Ja, ik vind haar gewoon heel veel. Power uitstralen en dan heeft ze zo'n leger aan mooie kinderen. En natuurlijk de mooiste, lekkerste fan nog van gewoon heel de wereld. Ja. Hij wordt wel een dagje ouder, maar. Ja, hij is nog steeds David lekker. is natuurlijk toch wel een altijd favoriet, altijd. En ze ziet er beeldig uit en zij is een van de weinigen die echt een brand heeft kunnen neerzetten. Wat echt zeg maar. Gewoon level Chanel is. Ja. ja. Oké, okay. ik kan er niet tegen als. Uh, mensen gierig zijn. Mm. Later als ik groot ben, wil ik. Concredition worden. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Oké, okay, ik heb een introductie voor je geschreven. Ik ben benieuwd. Hij werd op 5 november 1992 geboren. onder de rook van Rotterdam. We maakten voor het eerst kennis met hem tijdens zijn deelname aan Niet Lullen Maar Poetsen. waar de naam Kardashian op hem werd geplakt. Hij neemt ruim en zingt over champagne. Hij streed in het programma Queens of the Jungle als een echte Tarzan. en babbelde zijn weg naar MTV, waar hij nu straalt in zijn eigen programma's zoals Insta. Insta-famous, Inpakken met, Meekijken met. Just the Two of Us en Koens Cocktails. Zijn boek ligt vanaf vandaag in de winkels. En het is een feestje dat hij er is. Het is mijn lieve vriend Koen van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian. Ik ben. Wat gezellig hier te zijn. Nou, oh, ik kan niet wachten om te beginnen. Nee. Um, het is vandaag 10 november ja. als, deze, als dit live komt. En dat is de dag dat het boek in de winkels ligt. Hè? Ja, en jij hebt het natuurlijk al mogen lezen. Ik heb het ontzettend gelezen. Ik zal even, het, even een aantal huishoudelijke mededelingen... voordat wij gaan praten. Als je dit kijkt en je denkt... Gwen, waarom heb je zo weinig kleding aan... <laughs> Ik, kan, ik weet niet hoe de verwarming hier werkt en dan denk je ja ik sta in een soort kerstlook ja. of ik kan de kersttafel zetten dus ik heb maar wel mijn couvert uitgetrokken ja anders dan was het heel ja, is het heel raar maar we zitten dat dus niet in raar. Chris nee. scholte. want uh, de horeca is helaas uh, dicht uh, dat weten jullie ja. uh, we zitten in het prachtige hotel Boot Co en ik weet niet hoe de thermostaat werkt uh, heel veel liefs uh, weer naar Chris Scholten stuur ze even een lief berichtje op Instagram want ja, ze hebben het zwaar. Het is echt kut dat iedereen dicht dat is, is. Vreselijk. Maar fijn dat we hier kunnen zitten. Ja. En dat ik jou hier kan ontvangen. Heelzijdig. Vooral op de dag dat jouw boek in de winkels ligt. Ja, het is zo spannend. Jij uh, zou te gast zijn al eerder. We zouden dit al op gaan nemen. En uh, toen belde jij mij. Ja. En toen, toen belde je me eigenlijk om. Uh, om iets om, te vertellen. Om iets te vertellen. Kan jij dat vertellen nu? Ja, dat kan ik vertellen. Vertel maar, want je moet even sch dit schetsen hoe dit is gegaan. Um, jij vroeg mij natuurlijk voor um, uh, de podcast. Ja. En um, toen dacht ik: ja, we kunnen het over het boek hebben. Maar dan moet ze natuurlijk wel eerst het boek lezen. Ja. En dan moet ze wel weten wat er gaat gebeuren. Ja. Je bent ook zo'n lieve vriend, Denneke, al zo lang. Dus ja. dat, dat, dat gun ik je ook. En ja, dan krijg je een mooie podcast, dan kunnen we over dingen praten. Anders slaat het natuurlijk ja. eigenlijk nergens op ja. om over een boek te praten. En je weet eigenlijk niet wat erin staat. Dus um, toen heb ik Jan natuurlijk um, <laughs> opgebeld dat ik uh, alles open en bloot ga gooien. Uh, heel eerlijk ben over, uh, over mijn leven, uh, de pijnlijke dingen wat ik heb meegemaakt. Uh, mijn drank- en drugsgebruik bijvoorbeeld. Um, het verdriet, maar ook natuurlijk de leuke, hysterische, gezellige dingen. Ja, maar dat ik wel um, aan mezelf wil gaan werken en dat ik uh, uh, in rehab ga na de lancering van mijn boek. Tering, ja om even met de deur in huis te vallen. Ik was meteen, nou sowieso heel emotioneel, want ja. dit is zo'n fantastisch nieuws. Ja. Ik ben het is, heel blij. Uh, het is met, het? Zo zie ik het ook echt. Het, 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 het is goed zo. Ja, we gaan het hier zo meteen helemaal induiken. Want je denkt, wow, ik ben een relaxte podcast aan het luisteren. Bam, komen ze meteen binnen. Ik heb nog niet eens aan je gevraagd ja. hoe het met je gaat. Ja, schat, het gaat heel goed. <laughs> hoe gaat het met je? Want, want dit, hè. kijk, ik wilde dus heel graag met jou zitten. Ik was dit interview aan het voorbereiden. Oh, en je boek komt uit. En jij komt in één keer, bam. Ik ga afkikken. Ja. En toen... Dacht ik, ik ging op. Ik denk fantastisch dat je me dit vertelt. En toen dacht ik, hoe ga ik hem in godsnaam interviewen als ik dit boek niet heb gelezen. Dus we hebben het verzet. Ik heb ja. het boek gelezen. Dat was een rollercoaster aan emoties. Want jij vertelt inderdaad fantastisch mooie dingen. Maar ook hele diepe dalen. Ja, en ook heel veel wat jij ook nog niet wist. Heel veel van wat ik nog niet wist. Sommige dingen wel. Uh, maar ook die vertel je op een manier dat ze zo binnenkomen. En jij bent een vriend van mij. En het was zo ja. intens om dat dan van zo iemand te lezen. Weet je? Het is niet alsof ik er afstand van heb. Um, ik vind het zo fijn dat we in zo'n setting erover uh, kunnen praten. Omdat een hele hoop mensen die luisteren. die naar deze podcast luisteren, die openheid fantastisch vinden. Ja. Um, we, we gaan teasen naar het boek. We gaan, het, we gaan een aantal dingen onthullen. Maar er staat nog veel ja, staat meer veel in. in. Um, ga het vooral kopen. Ga het checken. Je kan het fysieke boek kopen. Maar je kan het ook gewoon uh, uh, in e reading ja. ja, klopt. Ja, toch? Digitaal kan je het lezen. Ja. Heb je het ook ingesproken? Nee, ik zelf niet. Want het wordt natuurlijk heel vaak ook... vanuit mijn ghostwriter ja. verteld. Ja. En soms vanuit mijn... Vanuit mij verteld, dus uh, iemand anders gaat dat doen. Oh, dat oh ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Um, ja, voor Ik nu... heb er wel een heel mooi verhaal over. Wat dan? Um, ik moet. Um, Zou ik dat? Zou ik dat? Vertellen? Ja, laten we laten het dat gewoon doen. doen, want alles gaat toch al anders dan dat het normaal ja, gaat. Is ook zo. Um, ik kreeg net, Ik kreeg een lijst um, van Bruna. Ja. Uh, met. Um, ik. Ik kreeg een lijst van Bruna met de namen, uh, bijvoorbeeld een Daan Schuurmans, een Dibertie Blok, uh, ja. die mijn boek zouden kunnen inspreken. Ja. En op de een of andere manier uh, zit ik op Insta en Juki uh, Campes van uh, Lizzie van Kruis van ja. Amsterdam, die komt langs en ik hoor zijn stem en ik denk: Oh my god, dit is de stem voor mijn boek. Ja. Dus ik had Bruna gebeld en ik had gevraagd: van Jom, zou ik um, Yuki mogen, mogen vragen? Ja. Ja, tuurlijk. Dus ik heb Juki opgebeld. Jo, uh, wil jij morgen met mij een kop koffie drinken? Uh, ik wil het aan je vragen. Hij zegt: Tuurlijk, dat is goed. Dus ik uh, spreek met hem af bij Lolita in de Pijp. En um, ik vertel hem het verhaal over mijn boek. En wat er natuurlijk ook gaat gebeuren. En hij is natuurlijk ook ontzettend trots. Hij is natuurlijk wel meer een, een kennis van mij. Een verre kennis, het is niet een vriend. En hij zegt: Koen, dit is zo'n bizar. Dit is. Echt, het universum. Hij zegt: Ik heb anderhalve. Hij zegt: Ik doe nu zes jaar. Schrijf ik columns voor de Glamour? Ja. En hij zegt: Ik heb anderhalve week geleden. Heb ik een column over jou geschreven? Hij zegt: Mag ik het aan je voorlezen? Nou, schat, dit is zo mooi. Mo wil je dat ik het voorlees? Ja. En die is nog niet mag gepubliceerd? Nee. Uh, nu wel. Wow. Ja, maar niemand weet dat het over mij gaat. Dus nu weten mensen dat het over mij gaat. Wow, dat Want is... Hij, heeft het hij schrijft natuurlijk over maatschappelijke dingen. Nou. Of over, dit... of over, over zijn eigen leven. En hij schrijft nu over, over mij. Wow, lees het voor. Ik ga het voorlezen. Voor mij was na dit... Nee, ik ga het gewoon eerst gewoon ja, voorlezen. Ja, ja. Hij, beweegt in mijn sociale... hij beweegt in mijn sociale omgeving als een grand sujet. Een elegante ballerino die af en toe danst op het toneel van mijn leven. Die ik al heel lang ken en waarmee ik avontuur heb beleefd. Maar zich nooit prominent vestigde in wat ik noem een echte vrienden. Toen ik hem leerde kennen, bezat hij echter wel alle kwaliteiten in een mens waarmee ik graag een vriend zou willen zijn. Hij was uitgesproken flamboyant, humoristisch, buitengewoon knap en een hart zo groot. Als je erop zou staan, kon je binnenkijken bij voorbij, voorbijvliegende KLM-toestellen. Dat is eigenlijk nooit veranderd. Wat wel veranderde, was het tijdstip waarop ik hem tegenkwam. Meestal kwam hij aan als ik ging. Of eigenlijk, hij kwam aan als bijna iedereen ging. Dan bleef hij met een afwisselend gezelschap achter en verzamelde hij de late en vroege uurtjes bij elkaar. De hoeveelheid drugs die openlijk en zonder enige gêne daarbij kwam kijken was voldoende om een circus uit de jaren negentig mee plat te leggen. Je weet wel die tijd dat circussen nog olifanten en leeuwen zaten. Toch bewoog hij zich er doorheen op een elegante manier. Telkens opgetrommeld door een ander gezelschap waarin hij voor één avond de eerste solist speelde op het toneel van het betreffende feestje. De drugs begon langzaam zijn tol te eisen. Een jaar later kwam ik hem tegen en zag er hij er nauwelijks zo gezond uit. Hij was veel afgevallen en, zat en had ogen als een spookstad. Ik schrok ervan en stelde mezelf de vraag, moet er ik er iets van zeggen? En zo ja, wat? Het kon bijna niet anders dan dat hij zich slecht zou voelen en het kwestie van tijd zou zijn tot hij zichzelf tot orde zou roepen. Ik besloot er niks van te zeggen. Maar toch was het mogelijk, mogelijk, dat hij elke keer dat ik hem opnieuw tegenkwam, hij er nog slechter uitzag. Begrijp me niet verkeerd, hij was even flamboyant, humoristisch, goed goedgemeerd en buitengewoon lief. Maar ik zag zijn lichaam telkens verder aftakelen, terwijl ik juist had gedacht dat het niet erger kon. Soms besprak ik het met Lissy en stelde ik hardop de vraag, hoe ver kan een menselijk lichaam aftakelen voor het sterft? En moeten we hem helpen? Ergens over praten met hem. Dan komen we tot de conclusie dat we misschien te ver verwijderd zijn van zijn persoonlijke kring. Het is in mijn leven een van de meest moeilijke dilemma's, maar schrijven werd helend, helpend. Je hoeft echt geen schrijver te zijn om dingen van je af te schrijven. Want hoe je het ook opschrijft, het helpt altijd. Net als nu. Toen ik met deze column begon, had ik geen idee dat de keuze in dit dilemma zo gemakkelijk was. Het wordt tijd dat ik hem ga bellen. Schat, is... En ik bel hem, hij heeft het gezegd, en ik bel, en in, ik bel hem oh. een week later om dit te vragen, omdat yeah. ik zijn stem hoor. Dit is insane. Ja, dat is echt, U dit is echt wat het universum, wat ze zo, het had ja. zo moeten zijn. Ja, dit is podcast, begint deze aflevering gewoon exact zoals wij zijn. Ik moet jullie vertellen, uh, Koen en ik kennen elkaar heel goed en ik nodig niet ja. altijd. Uh, vrienden uit, niet zo snel nee. omdat ik niet wil dat het zo'n kent ons ding nee, wordt. Nee. En jouw boek kwam uit en ik dacht: dit is het moment, een soort persmoment. Ik wist niet dat dit de inhoud van het boek zou zijn. Nee, je nee, um, dacht meer de streken van, toch? Ja, ik dacht ja. gewoon het wordt heel baldadig. Um, <laughs> maar wel, ik, wist, ik wist, ik had nooit durven dromen dat deze conclusie uh, zou komen. En als ik ook het verhaal zo van Yuki hoor, die zegt: ik voelde me niet geroepen. Um, om er iets van te zeggen, want ik zit niet in zijn inner circle. Ja, maar kijk, dat is dat. Um, ik heb Joosk en Jamie bijvoorbeeld ja. dit ook. En die vonden dat heel moeilijk. Maar ik zeg maar, jullie weten allemaal dat jullie allemaal er altijd voor mij zijn geweest. En je ja. weet met zoiets, dit moet je zelf doen. Maar en wij wat? hebben nooit een gesprek hier over. We hebben, we hebben het erover gehad. Ja, maar we hebben. Nooit. Ja, ik kan natuurlijk ook altijd goed... Ik ben een goede acteur, hè. Weet ja. ik, kan het goed, ik kan het goed natuurlijk altijd verbloemen. Ja, want dat, dat was het ding dus. Want wat, wat Yuki voelt, dat voelen de mensen die dicht bij jou staan... ook al een hele tijd. En iedereen heeft gesprekken met elkaar van... Oh, Koen, en wat moeten we nou doen? Nou, weet je, moeten, we moeten we, we doen? Moeten, moeten, we, we, ja. moeten we iets zeggen? Maar het moment dat... Ik kan alleen maar vanuit mezelf spreken. Als ik dan met je aan het praten was, of ik zei... Weet je, gaat het wel? En, en hoe voel je je nou echt? En... Uh, zodra het kritisch werd, had jij volgens mij, ik weet niet of je dat door had, maar een soort onbewust een beetje. Als ik jouw berichtjes stuurde met, ja. let nou op, denk aan jezelf. En dan, dan was er gewoon afstand. Ja, ja, ja? tuurlijk. Ja, voelde je ja. dat ook zelf bewust? Ja, dat, dat, ja, tuurlijk. Ik denk, ja, ik denk, ja, dat, dat, dat zat gewoon in mijn systeem. Ja. En, en ja. hoe lang wist je al zelf dat er eigenlijk dat iets een moest veranderen? Ja. Um, dat is in het traject ge gebeurd in mijn boek. Ja. ik heb echt een. Um, je ziet mij ook veranderen. Je hebt het boek gelezen, dus ja. je ziet mij ook, zeg maar, anders gaan denken over dingen. 100% in, in het boek. En de, de laatste maanden dat ik mijn boek aan het schrijven was met mijn gozer, toen is echt die, die klap gekomen: van... oh my god, Koen, ja. waar ben je mee bezig? Het is nu klaar, het is over. En. Um, ik ga, ik ga natuurlijk in, in Reap en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, ik heb er echt zin in. Ja. Ik heb ook weer zo'n zin om, om um, lekker creatief bezig te zijn en weer mijn focus terug te hebben en um, gewoon uh, energie te steken in de mensen die ertoe doen. Ja, nou, maar dat ook. Snap je? Want ik heb echt het gevoel dat een hele hoop mensen misbruik van jou maken. Um, want ja, maar je Koen bent, is feest. Natuurlijk. Snap je? En dat, is, en dat is ook dubbel. Want ik heb jou ook er heel graag bij bij mijn feestjes. En je kan jou ja, altijd maar dat bellen. Is ja, ja, maar snap je? Maar ik weet wat voor feest jij bent. En ik wil ook het liefste de hele tijd bij jou zijn. Maar er zijn ja. ook een hele hoop mensen die daar misbruik van maken. Want die denken: het is altijd feest met Koen. Ja. We bellen hem zonder dat ze aan jou welzijn denken. Ja. Kan jij. Uh, een beeld schetsen voor de mensen die luisteren, hoe jouw leven er de afgelopen jaren uitziet en hoe lang dat al zo is. Um, mijn leven ziet er echt de afgelopen jaren ja heel veel feest. Zo. <laughs> ja. Ik zeg wel eens, ik heb echt meer huizen gezien dan de beste makelaar in Amsterdam. Ik ja. was ook geen <laughs> <Nee>. voor. <me. laughs> ik, zat, ik zat op zulke kamertjes in amsterdam oud Oud-West. <laughs> tot huizen op de zuidas van 10 miljoen. <laughs> Ze ja. vond het allemaal gezellig, de meid. Want je bent van Rotterdam naar Amsterdam gegaan. Was ja. het in Rotterdam ook al zo intens. En jawel, ja, ja, ja tuurlijk. Maar, maar hoe, wanneer maar is het begonnen? Hier is het wel makkelijker natuurlijk. En ik ben, ik ben, ja, ik, ik weet niet. Het, is, het was altijd. Wordt gewoon, je moet, moet bedenken. Ik ga ook een nieuw telefoonnummer nemen. Goed zo. Want je moet bedenken. Ik word gewoon. Ik word gewoon twintig keer op een avond gebeld. Ja, en in. En, 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 ik word in zo die... erg aan me getrokken. Ja, maar in die periodes, hè, dus de, de afgelopen jaren. Um, heb jij daar nooit een besef, moment gehad. dat je dacht: ik heb een probleem? Want, want, nee. Nee, hè, want jij schuift nee. het gewoon af als ik ben rock en roll. Ja. Dat bestaat bijna niet meer. Ja, ik ben heel eerlijk geweest ja. over. Ja. Ja. En. Um, ja, het, nu weet ik wel echt van, ik heb echt een probleem en ik heb heel erg veel zin om dat aan te pakken. Dus. Want het leven is zo mooi. Ik liep ook een, um, nou ja, een anderhalf maand geleden of zo, liep ik over. Of, nou, ja, ik, ja ik, weet, ik weet niet precies hoe lang geleden, liep ik over... Um, ik weet wat je gaat zeggen, dit staat in je boek. Ja. Yeah. Over, over de grachten. En dat was 8 uur, 9 uur ochtends. En toen zag ik bijvoorbeeld... Een, 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 een jonge man, fris zonnetje uitlaten, twee vrouwen die zaten te ontbijten in een, in, een, in, in een brasserie. Allemaal die normale leuke dingetjes. En ik liep daar doorgesnoven, onderweg naar huis vanaf een after, door de regen. Ja. Ik voelde me zo, hoe mijn boek heet, gelukkig verloren. Ja. 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 En, wat, en dus, wat ben je ja, nou mee bezig? Ja. Maar ken jij een Koen die zo is? Ja, dat is, er, dat is er wel in gaan zitten natuurlijk. Ja, maar, ken, ja. maar ik, wil er wel, ik wil er wel van af. Want het is niet de leuke, het is niet de Koen waar ik trots op ben. Maar ken jij die Koen die lekker, ochtends, uh, al die dingetjes die je nu ziet, waar ik fucking dankbaar voor ben? Want ik kijk jou nu voor het eerst in je ogen aan en je zegt eindelijk de dingen ja, die je waar, je ik, waar ik, zeg maar, met je beste vrienden altijd al het over heb: van, ...oh, wow, weet je, er, er komt een moment. Ja, openlijk. dat moment is er echt. Oh. En het is ook niet. Um, ik weet ook zeker dat het me gaat lukken. Yes. Ik sta er gewoon ik sta er zo achter, achter mijn besluit. Het is ook mijn eigen besluit geweest. Het is, ik, heb, ja. um, ik zeg ook: van als, al verkoop ik geen één boek, ja. dit is het mooiste cadeau dat ik ooit aan mezelf heb kunnen geven. Dat is echt waar. Oh, ik ben zo blij. Ik wil je knuffelen. Maar dat kan niet. Ik ben zo socialist. Rot verdomme. Fucking blij Koen. Fucking blij. Ik wilde dit eigenlijk door het gesprek heen breien. En we pompen het er in de eerste 18 minuten al doorheen. Maar. Ja, ik, ik wilde ook gewoon dit zo in de podcast doen. Um, want. Dit. Ja, ik wilde dit gewoon zo op deze manier met je bespreken. Want we gingen het toch over het boek hebben. Dit boek is een fucking grote verrassing voor mij. Ik ja. gun dit je zo. En er is zo'n mooi leven dat op jou ligt te wachten. Jongen. Ja, dat weet ik ook. Dude. Dus ik heb er helemaal zin. Ja, dat geloof ik. En hey, het gaat niet heel, heel, heel makkelijk worden. Nee, misschien. natuurlijk niet. Maar, maar het leven wat, is ook niet makkelijk. Nee, maar wat er, het is, wat er ligt, een leven met al die kleine geluksmomenten, het is zo mooi, dat is het, dat is het vechten ja. waard, weet je wel. Ja. We gaan uh, um, toch weer eventjes een beetje naar het begin. Want ik um, um, google mijn uh, gast altijd. Ja. En dan, ja, je hebt, je hebt gehoord. Uh, ik ben heel benieuwd of jij kan raden wat er achter jouw naam staat. Um, Wacht, dan gaan we. Concordatian. Ja. Concordation. Oh. Go. Oh, Concordatian. Um, Botox. Nee. Oh. Concordatian. Niet lullen maar poetsen. Nee. Concordatian. Leeftijd. Nee, hey, Concordatian. Oh, sorry. Oh. <laughs> Um, Koen Kardashian. Met je praten in de modder. Hè? Yo. Koen Kardashian. Instagram. Ouders. Diana Gabriels. Vriend. <laughs> Vermogen. Boek. Relatie. Jawel, met je praten in de modder wel. Uh, oh. Broer. Oh Ja. Ja, wat ik dus heel interessant hier aan vind is dat er vermogen tussen staat. Ja. Uh, en dat komt een beetje natuurlijk. Door die Lulema poetsen. Ja, want daar is een soort beeld geschetst. Ja. Wat is daar gebeurd? Uh, nou ja, uh, die Lullema poetsen ging over vermogende families uit Rotterdam. En daar dan de kinderen van die lieten het dan zien. Uh, dat ze ook wat ze ook wat zij deden, ja. maar uh, dat is natuurlijk dat is heel erg uit zijn verband getrokken. Ze ja. hebben het ook aan mij verkocht van ja, het moet wel natuurlijk lekker glam zijn, vavavoom dit en dat. Dat ben ik ook ja. en ik hou ervan en ik uh, bijvoorbeeld ik vlieg naar Parij uh, naar Milan om prada tassen te kopen. Dat zou ik anders ook doen. Ja. Maar voor de rest, het is echt niet dat we zo heel veel. Nee hoor, we hebben gewoon goed. Mijn ouders hebben gewoon lekker centjes. Ja. Mag het? Want mijn vader werkt al heel 40 jaar heel hard aan de zaak. Ja. En um, maar niet. Um, nee. We hebben okay. bladzijds op de muur. En Kardashian is daar ook ontstaan. Ja, in uh, aflevering 1 door de media. Dus zij? Oh, ik dacht dat het programma. De media vond ja, jou Kardashian, een Kardashian. Ja, oh. Nederland heeft ook een Kardashian. Oh, en omdat toen ik las mijn het. Lippen, li, uh, mijn lippen liet bijvullen. Oh, dat was toen en echt En toen daardoor. heb ik zelfs nog, heb ik nog, heet ik nog, anderhalf jaar of zo... kon Pieter van Dijk gewoon op mijn Instagram. En toen zag ik Anna voor het eerst, Anna Nouchin. En yeah. die had mij getagd met Concordation. Toen zei ik, oh, dit nee is een fanaccount. Toen zei ze, fanaccount? Ze zegt, jij moet toch Concordation heten op je Instagram? Ja, Ze zeggen, ja. Ze zeggen, ja tuurlijk. Oh. Dat is nu je branding neem. Toen heb ik het door Anne heb ik het veranderd. Oh, ja, maar jij bent heel slim ook met al die dingetjes zelf. En al die dingetjes, de gimmicks en de liedjes. En alles ja. klopt. Weet je wel. Dat, ja. Daar ben jij heel slim in. Dat gaat, heel, dat gaat, dat gaat wel heel natuurlijk. Ik moet, ja, het is dus niet heel erg over nagedacht of zo. Ja, maar die in teksten die zijn allemaal echt heel. Je moet ja, naar die teksten dat is ook luisteren. Allemaal zelf geschreven. Ja, wat is nou, wat is je de line waar je het meest trots op bent? de um, lijn toepasselijk. Ja, yeah, I know. <laughs> ik, ik, weet ik heb ook al een soort van opmerking. Waar ik zeg, dit maar, uh, is de beste spiegel die je jezelf kon voorhouden. Toen dacht ik, ja, die gaan mij <laughs> niet in de kunnen hoor. houden. <laughs> <laughs> ja. ja, jongens. Ehm... <laughs> uh, um. Ja, welke, ja, bijvoorbeeld jij zeebanket met praline ik macarons van La Duree. Zeebanket met praline is natuurlijk hele goedkope chocola van de supermarkt. En macarons van La Durée zijn natuurlijk hele dure koekjes uit uh, Parijs. Oh, macarons. heerlijk. Uh, je hebt ook opgetreden op mijn verjaardag, wat legendary was. Ja, dat hebt... was zo gezellig. In Chris dus waar ik het eigenlijk opnam. Dus iedere ja. keer als ik daar ben, dan kijk ik zo naar die trap en dan zie ik jou helemaal nou, in die ik roze heb ook jas. We hebben een mijn World Tour CD gedaan. Ja, we gingen ervoor, hoor. Zo grappig, want er waren dus stamkroeggasten daar ook. Op. Oh ja, En die, die dachten: wat de fuck is hier aan de hand? Het is ja. gewoon een, een bruine Ajax-kroeg. Komt Koen in een roze bondjas met zijn bril de, op en een ja. gele bril op en de microfoon oh dat is een heerlijke avond oh nog warmer die herinneringen dat het, het eerst was Um, even een aantal huishoudelijke mededelingen. Want naast het boek van Koen, dat jullie natuurlijk moeten gaan kopen en moeten gaan verslinden, zijn wij lekker in ons boek van de maand aan het lezen. Ongetemd leven van Glennon Doyle. Uh, 30 november gaan we het bespreken in een livestream op allen de Podcast. Laat me weten hoe je hoe het gaat, of je er lekker op gaat. En als je het boek nou nog niet hebt gekocht, um, in mijn linktree-beschrijving een link, een bol.com link denk je, wat werk je nou samen met bol.com? Nee, zeker niet. Was het maar zo'n feest. Maar ik krijg dus een percentage van het boek als jullie dit bestellen. Via mijn link. Het hoeft niet. Maar ik het mag maar wel. Met... Ja, maar het mag wel. Want ja, dit is gewoon mijn verdienmodel wat bij zo de podcast zit. Dus als jullie dat via dat linkje willen doen en je hebt hem nog niet in huis... Doe dat dan lekker. Uh, volg het met z'n allen, de podcast. Volg ons op Spotify. Uh, liken, abonneren. Hele reut met teut. Dan gaan wij lekker beginnen. Uh, normaal gesproken begin ik uh, met een vraag meteen. Maar ja. ik vond het raar in dit geval. Want het is een kwetsbaar onderwerp waar we het over gaan hebben. Er is wel degelijk een vraag over binnengekomen. Maar daar sluiten we dadelijk lekker mee af. Um, jij hebt het over hele hoge pieken en een aantal hele diepe dalen in je boek. Ja. En er is één gebeurtenis... Um, die denk ik wel het boek vormt... en die denk ik wel de basis is voor een hele hoop... wat er verder in je leven is gebeurd... dan ja. heb ik over jouw eerste seksuele ervaring... Ja. die ontzettend naar was. Ja. Uh, kan je daar een beetje over vertellen? Want ik vind dat, vond het ontzettend heftig om het te lezen. Ja, mijn eerste seksuele ervaring is met een, um, met een man. En daar ben ik do door verkracht... ik ben uh, door um, eigenlijk door een catfish... ja, catfish noem je dat toch? Ja, ja. In de maling genomen... Um, op 16-jarige leeftijd op een, um, op een gay chat. Ik wilde eigenlijk. Ja, ik, ik, ik ken geen homo's, ik, geen homocafés. Uh, er was toch geen, geen apps of dingen of zo. En je wil toch gaan ontdekken wat je. Je, je voelt toch iets. Dat, yeah. ja, dat je iets wat meer wil weten. En ook met, met dat je ding misschien meer op jongetjes zou vallen. En ik was nog niet uit de kast. Yeah. En toen heb ik mij al gezocht. Op, um, op internet. En het, ik vind het zo mooi dat je hier open over praat. Omdat um, kijk, het internet was toen iets waar wij kennis mee maakten. Hè? Ja, het, het, het was er MSN. wel al. Ja, maar nu heeft iedereen zo'n telefoon in zijn of haar hand. Het Daarom denk is ik denk ook dat het zo belangrijk is dat ik het deel. Ja, Want door... ik vind het wel heel moeilijk om, om het te delen. En ik kan er nu uh, gelukkig wel echt over praten, maar dat heeft er wel echt. Ik word er heel snel heel, heel nog steeds ongemakkelijk, ongemakkelijk van en dat ik me schaam. Ja. Of zo. En dat, dat is ook gewoon wel nog wat ik echt moet verwerken. En uh, hoezo vind je het zo moeilijk om dit te delen? Want je deelt heel veel. Er is ja, niks wat je achterwege laat. En dit dan, wat eigenlijk zo essentieel is. Dat dit... ik het altijd zo heb gevoeld. En dat zit er echt zo ingebakken. Dat denk ik. Ja, want het was gebeurd. En uh, hoe en wat. <kwijnt> ik ga dat vooral lezen in het boek. Um, Jij komt thuis. En... Ja, en de keuze was eigenlijk heel makkelijk. Dit hou ik voor mezelf. Meteen al? Ja, ik was ook nog niet uit de kast. Dus dan is het, ja... Ik was nog zelf aan het ontdekken wat mijn seksualiteit was. Laat ja. staan dat ik dan vertel tegen mijn ouders... dat ik verkracht ben door een man die ik via internet heb ontmoet. En waar ik zelf mee heb afgesproken. Dus de schaamte was zo diep. Ik had heel erg het gevoel, eigen schuld, dikke bult. Jezus, en als je nu dan terugkijkt naar jezelf, die zo jong was. Zou... Ja, dan, dan zie ik echt een gebroken jongetje. Maar wat zou, zou je als je advies zou moeten geven, zou je De, dat dan. Nu... Deel het. Hoe, hoe, moeilijk, hoe moeilijk het ook is. Maar neem echt iemand in vertrouwen. Al, al, al zijn het bijvoorbeeld. Je ja, ouders niet, als dit je bijvoorbeeld op school. Uh, er is altijd een vertrouwenspersoon op school. Ja. Deel het. Want het is zo belangrijk. Maar ik heb hier elf jaar mee rondgelopen. En. Um... In welke mate denk je dat het jou gevormd heeft? Want eigenlijk die, de hele essentie van jou zijn... Ik vind eigenlijk nog wel weinig. Ja? Daar, ja dat vertel ik ook in het boek. Ja? Van, dat, ik vind het af en toe best wel nog gek dat ik nog zoveel zo vertrouwen heb in de mens. Of, of het nou, of het is niet naïviteit. Nee. Maar um, ik vind op zich dat ik nog best wel veel vertrouwen heb in de mens. Voor de, ding, voor de dingen die ik heb meegemaakt. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat dat in etappes komt. En wie weet ja. komt er een punt in je leven dat je denkt... fuck, ik, 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 ga hier, ik moet hier echt nog mee aan de slag. Ik denk dat dit een hele mooie eerste stap is. Maar je zegt ook, je, 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 je schaamt je voor je geaardheid. Het is meer dan normaal ja, dat je nieuwsgierig, seksueel ja. uh, uh, nieuwsgierig bent. Kijk, ik had voor het eerst seks op mijn veertiende... met een jongen waar ik uh, vier jaar mee samen ben geweest. Ja. Um, je bent nieuwsgierig, je bent jong, want jij hebt dat ook gehad. Je... je zit nog in de kast. Je durft ja. het niet te delen... terwijl er iets verschrikkelijks met je is gebeurd... waar ja. je zelf niks aan kon doen. En daar nou nee. loop je dan elf jaar mee rond. Ja. Dat is toch niet te doen? Ja, en ik dacht natuurlijk dat ik met een 23-jarige... jonge blonde surfdoet afsprak. En dat was een oudere, forse grote man... die mij gelijk naar binnen trok. Oei, nou, ik Koen. Ja. Ik vind het heel mooi dat je dit... zo open deelt, want... Grinder, ik weet niet wat er allemaal nu is. Het ja, hele scala, wat voor iedereen van alle alle jonge guppies overal in de wereld in hun handpalm ligt. Ja, en daarom, Dit, ja. Het, is, het, 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 het is zo makkelijk, ja. en de, je, je kan zo snel een connectie leggen met iemand. Maar ja, kijk echt als je iets heel erg uit. En er zijn dus mensen die daar misbruik van maken, die weten dat jij je schaamt, dat je kwetsbaar bent, dat je dit met niemand gaat delen en dat je geen nee. aangifte gaat doen. Nee. En als je bijvoorbeeld afspreekt, spreek dan bijvoorbeeld af uh, in de openbare ruimte. Ja. Dat zijn de tips. Geef maar wat tips. Ja, toch? Dat dat lijkt mij. Van spreek dan nooit als eerst bij bijvoorbeeld bij hem thuis af of bij, bij jou thuis ga je eerst wat drinken. Um, uh, we we, we spreken eerst af via een video, ja, FaceTime ja. bijvoorbeeld. Ja. En, Zulke dingen. Als je het toch, toch wilt, en ik snap toch dat je, ja, dat je gewoon nieuwsgierig bent... en dat je het wil ontdekken. En het is ook iets heel moois hè, dat dat tegenwoordig kan. Ja. Maar kijk alsjeblieft wel uit. En laat mensen om je heen weten waar je bent. Ja. Maar dat vind ik ook iedereen die date. Tinder, dates, whatever. We, we, we laten een vreemde niet binnen... Nee. Maar we zijn aan Tinder daten en we gaan ja, zomaar naar iedereen. En het is toch, eigenlijk, het dan is dan toch ik... eigenlijk te gek voor woorden als je erover nadenkt. Ja, want je gaat ook. Ik ken genoeg meisjes en die gaan dan s'avonds laat nog naar een gast toe en zo. En ik ben helemaal voor one-night stands. Uh, uh, do like ja, thing, doe lekker je ding. Ja, hebt, Ja, ga ervoor. Maar. Maar schaam je niet en stuur heel eventjes je beste vriendin een berichtje van... nou, ik ga naar dit adres toe. Oké, okay, het is misschien één uur s'nachts, maar... joh, ja, uh, ja. ah, oké. Okay. En daar, daar zijn beste vriendinnen voor, dus dat kan je ja. gewoon lekker delen. Zou, ja, je kan het ook naar je ouders sturen. Wordt ja. ja. steeds ingewikkelder in verhaal. Ja. <laughs> um, ik heb een Zit vraag... Te je... <laughs> Zit ze snel aan de Wat zeg <laughs> ja, je? Dan Zit ze snel aan de thema's op Pam. Ja, dat is niet oké. Okay. Nee. Ik heb een vraag hier binnen gekregen... Um, ja, deze kwam al een hele tijd geleden binnen en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest doen. Want dit zomaar op iemand droppen, die hier geen ervaring mee heeft, dat is een beetje random. Ja. Dus ik dacht, dit is voor nu. Nee. Hey, ik ben een gast. Wat heerlijk dat je zoveel leuke gasten hebt. Ik geniet iedere week. Ik mis nog wel een thema, wat ik graag hoor terugkomen. Ik ben verkracht toen ik tiener was en ik kan hier met mijn omgeving moeilijk over praten. Ik word vaak verkeerd begrepen. En soms krijg ik het gevoel dat mensen denken dat het mijn eigen schuld is. Ik denk dat jij mij kan als geen ander kan helpen om dit taboe te doorbreken. Ga je erover praten? Liefst een anoniempje. Ah. Ja. Ja, ik voel haar heel erg. Ja. Ja, dat, dat zei ik natuurlijk net. Je hebt heel erg het gevoel eigen schuld, dikke bult. Ja. Is natuurlijk gewoon niet zo. Dus lieve schat, zet dat alsjeblieft uit je hoofd. En daarom heb ik het ook. Daarom ben ik er ook zo open in over mijn boek, omdat het er, er ligt zo'n groot taboe op. Ja. En um, ja, dat je, je moet bent nu niet even, alleen. Nee, je bent echt niet alleen. En ik weet hoe erg het is en het, 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 je bent gebroken. En ik heb hier zoveel last van gehad. Ja. Nou, ik denk dat het alleen al je verhaal vertellen uh, heel fijn ja. is. Ik hoop dat ik uh, nu ook uh, dat je blij bent dat ik eindelijk dit onderwerp heb kunnen aansnijden, want deze vraag lag al een tijdje en ik was hem niet vergeten. Um, nou, dan gaan we door. Uh, Even kijken. Je motto is natuurlijk neem ruim, volgas, ja. overal waar dat je. Heb ik wel heel letterlijk genomen. Ja, ja. <laughs> ja, maar het is je motto. Ja. Um, ja. En, en iedereen weet is bijna het. Bij mijn lijfspreuk. Ja. 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 En, maar ik heb het nooit gezien alsof het alleen maar met drugs te maken heeft. In ieder opzicht. Nee, ja, in ieder opzicht. In je, je is leven. Het ook natuurlijk gewoon geniet. Neem ruim. Alles. Neem ruim. Neem ruim. Neem ruim. Neem ruim. Ja. Um, en je schuift niks onder stoelen of banken. Dit boek is een ode daaraan. Maar dat heb je ja. nooit gedaan. Nee. Uh, de verhalen die de meeste mensen. Uh, die, die, in de Spotlight staan in een kluis, stoppen uh, verhalen waar mensen anderen voor betalen om ze te laten verdwijnen. Die gooi je allemaal op tafel. Ja, ja, waarom? Ik vind gewoon als je een boek um, schrijft over jezelf, nee. dan ja. heeft het alleen uh, kans om uh, uh, kans op slagen. Ja, als je gewoon eerlijk bent. Ja, en um, Niemand zit toch te wachten op een. Op een soort... Um, zeg, hoe zeg je dat? Gepolijst. Een gepolijst autobiografie. Nee. En ja, je, je kent mij. Ja, maar gast, het is bij de rest mij alles van Nederland kent jou niet zo. Nee. Nee, dat is zo. Dat is zo. De ik weet nog wel dat je mij uh, belde van... Ook over mijn boek. Van ja, dit het is zo authentiek. Het is zo authentiek, maar er gaat niemand... Ik denk dat er niet veel berichtjes binnen gaan komen. Dat mensen zeggen. Nou wel dat ze zich in jou gaan herkennen mensen. Maar niet zo van. Nou ik heb een vriend die net zo is zoals Koen. Nee, nee. je bent een special edition. Ja. ja. En, je, en wat ik dus ja. het meest verbazende altijd vind. En dat is jouw straf. Of nee dat is jouw. Dat is jouw. Uh, nou, het is je kracht. Maar ook je valkuil. Als ik een avondje doorhaal. Ben ik fucking ziek, depressief, klaar met het leven en denk ik daarna niet meer. Ja, ik kan er zo goed tegen. Ik ben echt een soort Grand Prix paard in, uh, in, in, in party. Dat is echt waar. Maar dat zegt iedereen ook van, Koen, hoe hou je het vol? En dat heeft echt niet alleen maar met drugs te maken. Maar het is niet alleen maar het volhouden. Nee, ook in, in mijn mind. Ja, maar hoe je, het, oh. hoe je eruit ziet. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Um, het is niet normaal. Want ik denk als jij had gezien in de spiegel van jezelf, van fuck holy shit, maar dat heb jij niet. Sterker nog, jij ziet er net zo knap uit op donderdagavond als op zondagochtend. Ja, nou, vaak wel. Ja, op, met, toen ik opnames zat met je Tour was, ja. iedereen gezien, toen zag ik er wel echt een stuk slechter uit. Dat, dat was ook echt een slechte tijd. Ja. Maar. En hoe zag het toen jouw leven eruit? Schets eens eventjes je partieschema. Mijn partieschema, je moet, moet bedenken. Ik had twee, twee weken opnames. voor uh, Just the Two of Us. Ik werd elke ochtend om zeven uur s ochtends door mijn driver opgehaald. in Amsterdam. Dat werd ik gebracht naar Hilversum. Uh, daar ging ik de make-up in, de styling in. En dat was dan tot half elf s'avonds werken. Ik ging daarna ging nog even een borrel doen ergens. En dat liep uit de hand. En dan was het weer half zeven moest ik nog snel naar huis lopen. Om snel even te douchen. Werd ik daarna gelijk opgehaald door mijn driver. Werd ik naar Hilversum gebracht. Weer zo'n dag. Dus zonder slaap. Heel de, de dag werken tot half elf s'avonds. En dan zei ze: Koen: nu echt slapen hoor. Toen zei ik. Oh ja, is goed hoor. En dan reek ik zo langs um, bijvoorbeeld de Momo en dan kreeg ik ja. een berichtje. Koen, cool. uh, we zitten bij Momo uh, een, uh, een, een cocktailtje te doen. Kom je nog even? Oh ja, is goed hoor. Oké, okay, doe nog één bocheltje en dan ga ik slapen. Mensen denken nu al van, moet moeten er niet aan denken. Als je heel de dag hebt gewerkt en door hebt gehaald, dus niet hebt geslapen, dan ga je toch gelijk naar bed. Ik niet. Liep weer uit de hand. Gewoon weer half zeven ochtends gewoon terug naar huis lopen. Een douche pakken. En dan ging ik weer wel. Daarna, dan ging ik daarna wel dat ik slaap anders ja, was lichamelijk en hou... heel gevaarlijk. Yeah. Maar zo zag gewoon af en toe mijn leven eruit. Yeah. Ik weet, het was twee weken en de eerste week zag er echt zo uit. En toen dacht ik, heb ik mezelf in bescherming genomen dat ik in de tweede week echt bij mijn ouders ben gaan slapen. Yeah. Omdat ik mezelf gewoon niet vertrouwde in die tijd. Nee. Omdat ik wist dat... Ik kon wel zeggen van... Ik ga slapen. Maar ik wist... Ik krijg een gezellig van dit of dat. Ik hou van gezelligheid. En ik was mezelf ook een beetje verloren. Ik denk... Oké, okay, dit, dit is niet goed. Maar hoe kan het dan dat je weet dat Just the Two of Us... Is zo'n tering grote productie. Fucking vet programma met je allerbeste vriendin. Zo'n ja. groot project. Zo'n dikke kans. En dat je dan zo juist aan de kont tegen de clip ja. gaat gooien. Hoe kan Omdat dat Omdat het, het ook kon. Je zag het niet aan mij. Ja. En het is ik toch een beetje... Je ziet die een, van die ene week, van die andere week... Schat, je ziet z'n verschil. Ja. Je ziet gewoon geen verschil. Ja. Je ziet geen verschil hoe ik eruit ziet. Je ziet geen verschil hoe ik praat. Je, niks. Nee, en dat is dus wel... Wat en dat ik dan is ook het gevaarlijke. Dat is het gevaarlijke. En ik zag het ook op je story, zoals je dan zo lekker aan het gaan... En dan zag ik dan dan ging je op een donderdagavond uit en dan zagen we elkaar en dan ging je ook nog dan lekker vrijdagavond en dan kon je ook nog naar een festival en Doorgetrokken dan vaak, ja en dan dacht ik maar huh? hoe, hoe is het lichamelijk mogelijk uh, hoe is het mentaal mogelijk um, en ik wist, ik wist dat dan maar niemand zag dat in ieder geval niemand die jou niet kende maar die ook, zag maar dat ook dan Tim niet dinsdag die bijvoorbeeld dat ken ik niet dat heb ik nooit gekend nee nee Nee, het zou wel goed voor je zijn... als jij ja, de trum? andere kant van Dat de medaille is zou voelen. Ja, als je, wat is, <laughs> ja maar, maar het is niet alleen maar uh, roze geur en, en maneschijn... want we hebben nu nee. ook grappen en gollen, maar... Tering, Koen, de momenten dat, dat ik en de mensen ook om jou heen... dan had ik, Oh lord, heb je stories ja, van Koen gezien? Dat ja. meer roze geur en meterslijn. <laughs> meterslijn. Roze geur en meterslijn. Ja, maar hoeveel zorgen iedereen zich wel niet maakt. Ja. En dit is iets wat een, een tijdsbestek van hoeveel jaar is dit, loopt dit? dit? Hoe lang? Hoe lang dit? Ja. Nou, wel, ja. Je weet wel dat ik altijd, ik heb natuurlijk wel altijd een beetje die swing. Je hebt seizoenen. <laughs> ik heb echt seizoenen en soms heb ik dan wel echt dat ik mezelf een beetje terugtrok of wel minder. Ja. Moet je denken aan drie keer in de week. Ja, precies. Ja, minder is voor jou drie keer in de week. Ja, dat is echt weinig dan. Ja. Ja. Maar wel heel uh, veel jaar. Ja. Ja. Ik weet niet eens of volgens het nou. Uh, het is onderdeel geworden. Tien jaar, oké. Okay. Ja, en dan maar, maar, dan de, de echte, hevige, echt heftige pieken. Natuurlijk, uh, vijf jaar geleden bijvoorbeeld, of uh, drie jaar geleden. Ja, zulke dingen. Het is een, een onderdeel van Koen Kardashian. Ja, en ik heb natuurlijk ook heel veel leuke dingen meegemaakt, natuurlijk. En ja, uh, ik heb zoveel mensen ontmoet en zoveel. Ja, ik heb denk ik echt wel geleerd ook heel erg. Wat dan? Ja, ik denk. Toch wel... Ja, ik weet niet. Ik heb zoveel plekken gezien en zoveel mensen ontmoet. En zoveel... Um, zo weinig geslapen. Ja. <laughs> ja, Jij hebt in denk, tien jaar geleefd voor, voor dertig. Ja. Ik heb denk ik tien jaar langer geleefd. Ja. Uh, en andere ik, mensen slapen. Maar wat ik bedoelde met... Het is een deel van Concordation: Het is een deel van je imago, soort van. Party time, Koen. Heb je dat bewust zo gedaan? Um, nee, dat is er wel gewoon ingegroeid. En wat wordt dat is nooit, wat, uh, nooit de bedoeling echt geweest. Nee. Hoe groot onderdeel is? Ik het Ik wist van wel jou? dat het lekker werkte. Ja. Dus daar ben ik wel natuurlijk op op ingaan spelen. Hoe dan? Hoe werkt het lekker? Ja, je merkt natuurlijk gewoon als waar mensen lekker op gaan. Als je bijvoorbeeld wat had, dus ik ben vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden, vijf, zo, vijf jaar geleden of uh, vier jaar geleden of zo begon ik van neem ruim, neem ruim meid, neem ruim. Ja. ja, mensen gingen er goed op. Dus dat ja. merk je. Een glaasje champagne, ja. zulke dingen, snap je? Dus party is En de mensen brand. vonden het gewoon, ja. ze dus zat altijd gewoon een soort iets over me heen. Als ik bijvoorbeeld, een, je weet, als ik een festival ook opkwam... dan was het gelijk van, ah, daar is die. Ja. Zo. Ja. So. Ja. En nu, straks. We gaan even een paar maanden vooruit. Wat gaat dat feest vervangen? Wat gaat er komen? Wat is, zeg maar, Koen Kardashian party? En als we die dan zo doorstrepen, ik zeg niet nee, je nooit meer gaat feesten natuurlijk. Nee. Hè? Maar wat, wat, wat gaat daar komen? Wat hoop je dat daar komt? Nou, ik, um, ik vind me eigenlijk gewoon, er is wel veel meer. Ik, ik doe me eigenlijk te, te onder, vind ik, als ik het mag zeggen. Ja. Om alleen maar oppervlakkig door te gaan met neem ruim, champagne. Nee. Want ik ben als ik dat mag zeggen, best wel een intelligente jongen. Ja. En vooral sociaal. En um, ik ben heel erg creatief. En ik heb, ik heb ook gewoon zin om een andere weg in te slaan. Ja. Snap je misschien? Um, ik vind een podcast bijvoorbeeld ook heel, heel leuk en heel, heel interessant. Of um, ik vind produceren of bedenken van, van mooie, mooie, mooie video's of um, programma's heel leuk. En um, misschien inderdaad ook echt op, op de punten waar ik. Al die jaren doorheen ben gegaan. Ja. Oh, dus dat ik juist nee. met verslavingen ga werken. of, of met uh, verkrachtingen. Um. Oh, dit, ik, dit is heel mooi. Dus dat zou. Ja, ik wil gewoon net even. Ik wil net even wat meer. Koen Pieter van Dijk gaan laten zien. in Concordation. Ja, en dat is zo grappig. Want iedereen die. Het jou is ook goed kent, is goed die, zo. Ja, maar iedereen om jou heen. die kent. die ken, ik, ik ken jou ook zo, weet je wel. En het is ook echt. Ja. tijd dat de rest van de wereld. ook gaat zien. Ja, wat jij. ja. Het is niet goed zo. Hebt. Het leven is te. te mooi en te. Ja, om alleen maar Concordation 2 te hebben laten zien. Ja, maar ga je dan ook gewoon terug naar je oude naam? Ja, ja dat weet ik nog niet. Wow. wow die... Oké, okay, spanning. <laughs> Hey Gwen, allereerst bedankt voor je challenge. Ik ga hier zo lekker op en het helpt me om mijn gedachten te filteren. Dan hebben we het natuurlijk over de meditatie-challenge die we in oktober hebben gedaan. Mijn vraag is: Ik ben bijna 30 en zo'n twee jaar single nu. In het begin voelt het alsof je losgelaten wordt in een snoepwinkel. Lekker stappen en af en toe iemand mee naar huis nemen voor die leegte. Dubbelzinnig, I know. Ah. <laughs> hey, dit, is, dit is het type voor ons. <laughs> ja, gezellige bike-boom. Ja. Toch merk ik dat ik behoefte heb om met iemand. Iets diepgaanders op te bouwen, maar het ook heel moeilijk vindt om me kwetsbaar op te stellen en mezelf bloot te geven. Waardoor ik altijd weer beland in oppervlakkige relaties en de vent in kwestie meestal letterlijk van de aardbodem verdwijnt als ik mezelf wil openstellen. Waarom is oppervlakkige seks makkelijker dan een echt diepgaand contact? En hoe doorbreek ik die cirkel om mannen meer in me te laten zien dan alleen maar een avontuurtje? Ik merk dat ik hierdoor steeds onzekerder word en mezelf vaak niet genoeg vind. Heel veel liefst, ik ben je zo dankbaar voor al je positieve energie. Sla hem op parkeer hem. Want we gaan, ik ga heel even nu hierop inhaken uh, met betrekking tot je boek. Ja. Want je praat daar ook heel open over je liefdesleven. Ja. En de avontuurtjes worden daar ook in geuren en kleuren verteld. En één onderdeel uh, daarvan vind ik heel intrigerend. Uh, daar begrijp ik weinig van. Ik wist dat het er was. En ik word er een beetje boos van. Oké, okay. um, ik ga even iets voorlezen. Drama. De hetero's. Kardashian, even voor de zekerheid. Ik kom toch niet in je boek, hè? Hé, hey Koentje, ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik lees net in de media over je boek. Gefeliciteerd. Wel ga ik ervan uit dat ik hier natuurlijk niet in kom. Koen, allemaal leuk en aardig. Maar ik hoop wel dat je aan de afspraak houdt. Groetjes. Yo, party queen, beter kom ik niet in je boek hoor. Ik hoor het net van vrienden. Jo grap. luister met je boek, beter kom ik niet in, anders heb je een kankergroot probleem. 18 gemiste oproepen. Sorry voor mijn taalgebruik, <laughs> jongens. Maar ja, dit. wat gebeurde er? Ja. Jij introduceert jouw boek bij Boulevard. Ja, bij kom... Boulevard kwam het in Vertu maart. Ja. In Boulevard. Bij Boulevard kwam het in maart. Uh, van Concordation uh, komt met alles onthullend boek. Nou ja, um, Amsterdam kreeg, uh, kreeg wel stress, ja, kan ik zeggen. En waarom dan? Um, nou ja, precies uh, hoe je het natuurlijk hebt gelezen. Ik heb wel eens, een, ik, ik eens um, avonturen met uh, hetero's yeah. en gehad en bij sommigen waren het, het één keer en bij sommigen was, werd het bijna nog een affaire ook, snap je? Yeah. Um, maar die, die willen nooit openlijk uit de kast of openlijk. Ik, ik zie die ook wel echt als hetero's of als biseksueel. En yeah. that's fijn. Dat, dat is goed. Ja, maar dat zijn mensen die andere mensen ook misschien wel kennen? Um, ja, de meeste niet hoor. Oké, okay. maar zij uh, zien dat en zij schrikken en dan krijg je berichtjes en dan gaat het van gezellig naar lichtelijk dreigend. 18 gemiste oproepen. Hoe ga jij daarop? Ja, ik vind het een beetje, ik kon er eigenlijk wel een soort van om lachen. Maar dat is nu, waar, waar ik nu sta in het leven, vroeger vond ik dat wel moeilijk. Kijk, je moest wel een soort van, ik had wel, ik had het soms heel erg leuk met zo'n gast. Dan moest je uitkijken dat je niet vlinders zou krijgen, want dan doe je zo natuurlijk hartstikke pijn. Want je weet dat het niet meer wordt dan puur lust en fun. Ja. Maar ik heb dat nu niet meer zo. Nee, en ik, heb, ik, heb ook, ik had ook echt niet de behoefte om, om, alles, om alles stuk te gooien voor die gasten. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar um, ik weet niet. Ik vind het gewoon moeilijk om het te horen, omdat ik je zo lief vind. En ja, dat je bent mij gewoon. Ik vind jou een, een leuke, een, een, lieve een gast. Die zich niet schaamt voor. Ja. ja en En snap dan snap ik wel. Maar. En ook van ik wist die. Je ook waar ik zelf aan begon, hè? Ja. Dus dat dat ook. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Uh, dat kan. Ja, het kan hier ook niet objectief in staan. Ik vind gewoon dat als iemand jou dan een berichtje stuurt en het is niet respectvol, terwijl je zoiets samen hebt gedeeld, ja, ja. Uh, dat vind ik niet cool. Nee. Um, uh, waarom die avontuur? Paniek doet heel, gek, heel gekke dingen met mensen. Hm? Paniek. Ja, yeah, I know. Je hebt zoveel begrip daar dan nog alsnog voor. Ja. Um, dus de, 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 je um, gooit niemand voor de leeuwen in je boek. En dat spreekt nee. ook voor je. Maar je hebt het wel ook over dat je dan... Toch vaak hetero mannen aantrekt. Ja. Wat is dat? dat zelf dan? ook. Weet ik niet. Gewoon sexy vindt. Of lekker vindt. Hetero, maar ja, je bent natuurlijk niet hetero dan. Dan ben je bi. Ja, bi. Maar ik denk ik denk altijd dat iedereen wel gewoon een beetje biseksueel is. Of is het 2% 98%. Of 10% ja. 90%. 50-50. Ja. Of uh, maakt niet uit. Maar ik denk dat. Hoe het wordt getriggerd. En weet je. Kijk. Ik was altijd in de stad. Ik was altijd... Was of bent? Of ben, nou, 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 nu, nou, nu zitten zo sowieso in lockdown, dus ja. wij, weinig tijd. We ja. Het komt mij heel goed uit eigenlijk, dit. Ja. <laughs> maar, um, en kijk, sommige gasten die we gingen, kijk, sommige wel. Die gingen echt op zoek naar die, die mij echt interessant vonden en sexy, dat. Maar ook natuurlijk heel vaak van, oh, en there's is concretion. En oh, toch interessant, oh. En wie weet, ik ben best wel flirt. I love the game. Ja. Ja, dat gebeurt, gebeurde dan gewoon. En is het dan voor jou de uitdaging dat iemand eigenlijk niet op mannen valt? Denkt, ja. en dan net? Ja, denk je? Ja, ja de, de uitdaging, ik vind het gewoon ja, geiler gewoon. Ja, het is een ook soort. Ook bij het idee. Ja, en wat is dat idee dan? Ja, dat weet ik niet, dat kan ik niet uitleggen. Dat heeft de vraag best wel veel mensen altijd, maar ik weet niet. Ik vind dat gewoon. Dus niet echt dat ik, een, dat, 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 dat ik er zo op kik of zo. Ik, ik heb het nooit echt, echt kunnen uitleggen, maar ik weet niet dat, dat ik gewoon zo'n jonge omturn of zo. Of is het ook gelukt? De look gelukt? van een hetero is natuurlijk toch anders vaak dan een, dan een uh, homoseksueel. Ja. Ik val helemaal niet op jongens die beetje hetzelfde zijn als mij. Ja. Maar ja tegen Polen ja ik hou echt van echt een echt een vent ja en dat zijn toch vaak heteros ja um, hebben dit soort gasten dan ook vaak vriendinnen ja nou, daar zitten ze er wel tussen ja en ja. Je, heb je zo'n vriendin het ooit doorgehad uh, ja één keer één keer is dat wel gebeurd Twee keer. Nou, één keer is het wel echt gebeurd. En twee, twee keer volgens mij uh, dat ze wel een vermoeden hadden. Gast, je zou toch maar eens erachter komen... dat Koen Kardashian gewoon met je vent oh, in je bed heeft gelegen. Oh, dat is echt... Je beseft je eventjes. Yo. Ja, dat is niet leuk. Nee. Maar heb je daar ook één enig schuldgevoel over? Of, uh... Ja, als ik het niet doe, doet iemand anders het. En um, ja, Hoe reageren die chicks? Ik heb dat nooit... Nou, ik, het is niet dat ik ze heb gesproken. Oh nee, het is niet dat ze met de fakkel voor de deur staan. Nee, ik heb... na nou, die ene meid heeft wel eens een, een, een bericht gestuurd. Ik heb ik gewoon niet op gereageerd. Hm. Nee. En die kon het ook niet echt bewijzen. Maar die had wel berichtjes gelezen van ons. Was het... Uh, nou, jeen. Dat was niet... Het was niet uh, van... Uh, Hoi, uh, we hebben lekker gesport. Nee. <laughs> <laughs> Tot bij het volgende lesje. Wauw. <laughs> wow. Kan me dus, ik kan me in veel dingen verplaatsen. Maar als ik eraan denk dat ik berichtjes van jou in de telefoon van mijn vriend vind zo. Ja, dan kan nee, dan, dat, dat zou niet gebeuren. Nee, maar, maar ik probeer me zo te verplaatsen. Dat zou ik niet kunnen. Nee, het, maar ik gun. Nee. Maar, maar, wij, als ik iemand niet ken, ja. ja of, ik, of ik het nou doe of iemand anders. Ik vind het fascinerend. Ik weet dat het vaker gebeurt. Ik weet dat er een hele hoop guys zijn die niet uit de kast zijn, B, niet daarover praten, en dat er een hele scene is die bijna niemand kent. ik hoop wel. Ja, maar ik ja, ik weet ja, ik vind het heel interessant. Maar ik hoop wel voor je dat ben altijd heel erg, altijd, altijd Ja, absoluut. Maar ik hoop wel dat je er. mijn glazen in. En dan. Ja, dan zijn er weinig heteros die nog aankomen kloppen. Maar misschien moet jij je eigen glazen ingooien, zodat die heteros niet meer komen aankloppen, zodat er een fucking is ruimte zo. is voor dat een is fucking leuke vent die jou respecteert it. en die met jou voor een camera het Boulevard wil staan ja, in plaats van dat is hij je dat gaat is bedreigen. Zo. Maar wat doen we? Wat doen we in de tussentijd? Ja gast, je moet ook een deur dicht doen, zodat er andere. Dat is ook waar. Dan gaat er een andere open. Jij zegt uh, uh, in je boek ook, of je, je zegt het net ook. Het is het grootste cadeau dat ik mezelf heb kunnen geven. Had je dit verwacht vooraf? Was er ook maar een nee, klein beetje uh, het niets. idee dat dit... Echt niets. Um, Zo bizar hoe dit gelopen is. Jij bent gaan schrijven. Iemand is voor jou gaan schrijven. Ja. Mireille heet ze. Mireille van Hout, ja. Ja, zij is gaan schrijven. Zij gaat in een gesprek met jou. Jij uh, stort alles uit op ja. haar, ja. Uh, al je verhalen, je gekkigheid, je boek gaat eigenlijk. Uh, uh, Zij interviewt af en toe tussendoor als wat iets meer wil weten. Ja, en het ging Amsterdam Socialite heten of wat is het last... Ja, de last. verloren, de verloren Socialite. Ja. En toen dacht ik nog neem ruim. Of uh, toen toen dacht ik ineens gelukkig verloren. Dat kwam in mij op. Ja. En toen dacht ik ja, dit is het geluk, gelukkig verloren. Maar die, die Dat evolutie... Was zo. Ik was aan het vertellen tegen iemand. Ja, ik, ben heel erg ik ben wel gewoon heel erg gelukkig, maar ik ben gewoon vaak verloren. Toen, dacht ik, hè? Toen was ik heel erg bezig met hoe gaat mijn boek heten. Ja. Dan dacht ik, gelukkig verloren, dit is het. Het contrast met hoe je het in het begin aan wilde pakken is natuurlijk ontzettend groot. Ja, heel um, groot. Hoe reageerde de schrijfster op al jouw verhalen? Ja, die wist echt niet wat ze meemaakte. <laughs> <laughs> ik, ik had een foto van haar gezien en ik had heb haar Instagram gecheckt. En toen dacht ik, woehoe. Ja. Die denkt, nou, we gaan lekker een boek schrijven met Coen Kardashian. Ja. Komt hij met een tornado aan verhalen. Ja, en, en toen? wij zijn wel echt een team geworden. Het is wel echt... Het is, ik had geen betere ghostwriter kunnen hebben qua... Uh, ze heeft het, ik vind dat ze het sowieso heel mooi heeft verwoord. Ze heel ja. mooi schrijft. Ja. En um, juist omdat zij mij vaak niet uh, begrijpt, ja. is het heel, vind ik juist heel mooi in dat boek. Ja. In plaats van als ik een, 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 een oude rockster van een ghostwriter zou hebben, die ja. het tijd met elkaar eens is, snap ja. je? Dus ik vind het juist heel mooi, dat water en vuur van ons. Wat was het moment in het boek dat jij dacht, ik heb echt een probleem? Want ik heb jou nog nooit... De woorden horen zeggen die ik in het boek verwijs, zie komen op een gegeven moment. Dat is, dat is zeg maar in, in, in mijn hoofd gegroeid. toen ik gewoon over mijn hoofdstukken, de, de hoofdstukken bijvoorbeeld van. over afters, uh, mijn, was echt slechte tijden, uh, zulke tijden, die dat. En ik dacht van, ja, is, dit is eigenlijk wel. dit is niet oké. Okay. En toen. en dan komt er een, een moment in mijn boek. dat ik een berichtje krijg van een vriend van mij. Ja. Ja, dat was zo'n mooi moment. Dat uh, moeten jullie allemaal gaan lezen in mijn boek. Ja, alles <laughs> komt daar samen. Ja, dat is, dat is gewoon een heel mooi moment. En toen dacht ik echt, nu weet ik het zeker. Ja. Ik ga in rehab. Je gaat in rehab, maar je gaat niet zomaar in rehab. Je gaat niet naar Zuid-Afrika. Je nee. laat je niet in de watten leggen. Waar ga je precies naartoe? Uh, de locatie ga ik niet zeggen, maar het is heel Spartaans. Ja. ja, beschrijf dat even. Ja, dus uh, al ben je uh, multimiljonair, dan lig je alsnog gewoon in een stapelbed. Uh, kan je in een stapelbed liggen met een uh, heroïneverslaafde hoer, bijvoorbeeld? Snap je? Gezellig. Gezellig. Ja. Iedereen is hetzelfde. Uh, je eet wat de pot schaft. En het is heel intensief. Waarom hier naartoe en waarom niet naar een luxe plek? Om, omdat ik hier gewoon heel veel. Um, dingen over heb gehoord dat het gewoon echt werkt. Ja. Dus waarom zou ik daar niet naar luisteren? Wat verwacht je ervan? Um, ik ga er gewoon blanco in. En ik ga er gewoon helemaal voor. Ben jij er de afgelopen weken ook voor gegaan? In de aanloop hier naartoe? Op wat voor manier? Qua? Feest. De, de, rustig. Nee, gewoon Toen. ervoor gaan. Ik is, beeld me namelijk helemaal in. Als jij weet. Uh, nu dat kan het, je nog. Nu kan je nog. Ja, maar er zijn geen feesten. Uh, nou, en het, is... valt, het valt wel mee. Maar ja. Um, ja. Ja, ik gewoon normaal. Dus dat is wel veel nog. Ja, hoeveel nachten is dat per week? Nou, ik doe het wel minder hoor. Dus wel, ik denk vier dagen in de week dat het wel een feest is. Ga je hem symbolisch afsluiten? Ja, Wat? ik wil nog wel even gewoon met een knaller eruit. En hoe ga je dit aanpakken? Want het moment dat jij deze podcast hoort, ja, is dan Koen weg. Ben ik weg? Koen is ja. weg. Dan um, ik, uh, of ik zit er nu, ja. of ik ben onderweg uh, met een driver. Uh, ja. Ja. Want hoe, hoe, heb je, hoe zie je dat voor je? Want het is natuurlijk het, het, je gaat um, afkicken, drank en drugs, toch? Ja. Allebei. Dat ja. is Je kan verschillende trajecten kiezen. Ik heb ja, hier geen verstand van. Alles. Hup. Oké. Okay. Um, wat wordt jou aangeraden? Hoe, hoe gaat dit? Hoe pak je dit aan? Is het iets van, joh, net als je naar een operatie gaat, is het zo. Oké, okay, blijf, blijf even nuchter aan. Ja, ik, hier... krijg wel, ik krijg nog wel uh, gesprekken. Ja. En dan hoor ik meer. Dat weet ik nog allemaal niet. Nee, maar je ga, hoe ga je er mentaal uh, op voorbereiden? Ja, ik heb toch gewoon een soort van zin in? Ja, ik vind dat heel moeilijk voor te stellen dat je daar zin in hebt. Ja, maar ik heb, doe, schat, ik doe dit al zo lang. Ik wil gewoon dat, dat, dat ik het ga aanpakken. Ga aanpakken. En wat gaat daarop vooruit als jij dit gaat aanpakken? Nou, ik denk sowieso. Sowieso wel gezondheid. Het is natuurlijk niet gezond wat ik doe. Um, Jouw lichaam gaat niet weten weer, wat hij meemaakt. Nee. Nee. Ja. nee. Um, ja, ik denk dat ik gewoon weer, weer echt joy in life terugkrijg. En niet dat ik niet, uh, niet de joy heb, maar weer een ander soort. Gewoon een nieuwe, een nieuwe fase. Dit boek ja. is klaar. Het ja. is done. It's time for a new chapter. Daar en, heb ik gewoon veel zin in en ik heb zin om dat aan te gaan pakken. En is het ook vanaf het moment dat jij dit weet en je bent natuurlijk ook nog aan het feesten, kom je anders thuis? Zit je anders op een feestje nu? Um, je hebt natuurlijk nu wel in één keer een besef wat je eerst niet had. Ja. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ga, ben er. Ik ben er ik kan ook best wel nuchter. merk je. Best ja. wel nuchter over praten. Ja. Ik heb heel erg. Ik, ben er zo, ik sta er zo nuchter in van lekker dubbel. Ja. <laughs> ik sta er zo nuchter in met om, om, Het is goed zo. Ja. Ik heb het wordt allemaal gedaan. It's fine. Hoe reageerden de, de uh, die-hard people om jou heen? Want niemand gaan... weet het nog. Alleen de beste, de, de, de beste oh. vrienden. Heb, dus maar jij, jij zit dus it. op en after? Ik vertel dit niet. Wat? Nee, het kan natuurlijk niet in de media komen. Oh. Als je kent mij. I, I, I love a good PR. Dus oh. we gaan er natuurlijk wel met, met een bang uit. Oh my god, wat lijp. Dus al die mensen, voor als je deze podcast luistert. <laughs> um, Ciao for now. <laughs> ja, ja. Um, uh, heb je ook als je terugkomt... Ik, sorry, ik stel gewoon allemaal random vragen die in mijn hoofd omgaan. Um, ja, je gaat een nieuw nummer nemen, maar je, er zijn dus ook gewoon bepaalde mensen waar je dan soort van die je alleen in het nachtleven ziet, waar je ja. dan misschien wel afscheid van gaat nemen. Ja, nee, ik ga er geen afscheid van nemen, het is gewoon no show. Ja, hoe hard het ook is. Ja. Maar dat is denk ik. Ja, en als mensen dan echt zeggen van: Ja, we, we, waren, we waren zo vrienden, dit en dat. Dan ja. denk ik van: Nou, dan moet jij ook echt gaan afkikken. Als je ja. dat <laughs> Ik Zat als je dorst, meid. Oké, okay, dus er zijn een hele ja. hoop lege vriendschappen die je achter je gaat laten. Ja, waar je wel eens mee, mee, mee op een afzort terechtkomt. Oké. Okay. Um, er is een moment geweest uh, in jouw leven. dat een hechte groep vrienden jou tot de orde heeft geroepen. Uh, ja, dat klopt. En dat ging niet helemaal lekker toen. Nee, nee ik was nee. er zelf gewoon niet klaar voor. Nee, en, en uh, kan je even kort omschrijven hoe, hoe dat ging? Er, er is een interventie geweest. Ja, er is een interventie geweest um, van een echt een goede vriendengroep. Dat staat ook in mijn boek. Ja. En wie dat zijn, um, ja, die hebben mijn broer gebeld van... Ik denk, we denken echt dat het met Koen heel erg uit de hand gaat lopen. En dat het gewoon gevaarlijk is. En, uh, ja. Niet dat er wat aan gedaan moet worden. Mijn broer zei heel erg van geschrokken, maar die was er wel een beetje van op de hoogte. Ja. En die is naar mijn ouders gegaan. En um, toen dat verteld werd, vloog ik ook volgens mij een paar dagen daarna naar Ibiza voor de verjaardag Kevin Feest. Dus dat kwam allemaal natuurlijk niet uit. Nee. En toen heb ik hun een mooie brief geschreven. En toen. Van ik heb geen probleem. Wat ik ook echt dacht. Ja. Het, was, het is zo raar, Koen. Cool, omdat. Ik zie, ik zie nu echt iemand tegenover me zitten die zo zelfbewust is. Ja. En terwijl je bent zo'n fucking intelligente guy. En je hebt gewoon zo'n muur opgetrokken voor iedereen om je heen. Iedereen die dichtbij je staat de afgelopen jaren. En die ja. hele fucking muur heb je gewoon afgebroken met dit boek. Ja, bam. En door. Oh mijn god, Koen. Ja, ja. ik vind. Ja, want ik, ik ben, ben er ook wel echt trots op, hoor. Ja, maar, het, maar ja, het, het is niet niks, hè? Nee. Je gaat een boek in om een gezellig boek te schrijven. En die gooi alle gekkigheid op tafel. En je krijgt in één keer een soort een spiegel voor. Jokoen, uh, hoe, hoe, wat, wat denk je er zelf van? En dat zo iemand die niet in jouw kring zit, een schrijfster zoals Mireille, dit met jou gaat maken. En dat een blik van zo iemand jou dit geeft. Ja. Ja, het is waanzinnig. Het moet allemaal zo zijn. Ja, het is. Maar dat is. is dat zie je ook heel erg in het boek. Hè. Het zijn echt gewoon. De laatste puzzelstukjes vallen dan echt zo op hun plek. Ja. In de, de, in de, in de, in de laatste hoofdstukken. Dat is gewoon ja. ook zo bizar. Ja. Het had echt zo, precies hoe jij, zei, hoe jij het zegt, het had, zo moet, het, het had zo moeten zijn. Ja, je denkt misschien nu als je aan het luisteren bent, die oh, sommige dingen blijven weg. Daarvoor moet je gewoon gaan lezen, want we gaan natuurlijk niet het hele boek hier bespreken. Nee, dat um, kan ook niet. Het nee, is, dat kan dat niet. Is wel een, uh, nee, dat kan niet. Het is veel te veel. Um, ja. laat, als je het aan het lezen bent, laat ook vooral weten wat je ervan vindt. Ja, vind um, ik ook heel leuk. Een rode draad in jouw leven uh, is je familie. Je ja ouders, je ja. broer. En ik was het aan het lezen. En ik dacht de hele tijd, ja, jouw mammaatje zie ik gewoon hetzelfde voor als mijn mama, weet je wel. Ja, ja. Holy shit, Koen. Oeh, heeft je moeder het gelezen? Ik heb, het, ik heb heel veel stukken voorgelezen. Ja. De heftigste dingen. Ja. En dan mag ze het zelf... Uh, ja, ze vindt het um, heel pijnlijk uh, dat, dat heel veel dingen die zij ook nog niet wist, mij aan is gedaan. Omdat ik haar altijd in bescherming heb willen nemen. En um, ze is ontzettend trots dat ik er wat aan ga doen. Ze zegt: het grootste, de, Dit is het grootste cadeau wat jij mij ooit hebt heb, heb kunnen geven, Koen. Oh. Is dat je aan jezelf gaat werken en aan je drank- en drugsgebruik. En dat is heel mooi. Ze is gewoon heel blij. En heel erg dit? trots. Wisten zij dat het Zier, zo heel, erg was? Heel, 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 heel Nederland weet het toch? Ja, nee, maar wist zij echt dat het zo, zo erg was? Ik denk toch ziek en wel. Ik schrik ook gewoon. Hoe mensen het over mij konden hebben die mij niet kennen. Wat dan? Hoe erg, nou, hoe erg het eigenlijk al gewoon door Amsterdam, door Rotterdam, door, 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 door heel het land kwam. Van, ja, dat, 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 dat ik van mensen hoorde dat van mensen gewoon vragen. die uit ik ik, Ja, die Koen is, die is die koen echt naar nou zo heftig. Ja, ik hoorde daar echt van verhalen. Snap je zo? Ja. Omdat ik natuurlijk ook altijd heel eerlijk ben. Ik ben altijd in heel mijn leven altijd heel oprecht en eerlijk geweest. Ik winde er geen doekjes om. Dus ook niet over mijn drank en drugsgebruik. Nee, dat iemand zei van uh, kom je kom je straks ook nog groen met met tien man aan de tafel. Dan zei ik, ja ik snuif zo nog wel even aan. I know ik weet dat je dat weet. Ik weet dat deed je <laughs> echt vaak. Ja. riep dina. je zo en dat is natuurlijk fucking grappig. Maar jij bent gewoon heel erg eerlijk en het contrast daarin is dat een hele hoop mensen het niet zijn. Nee, waardoor en, niet, en, en, en dat en, ziet en, niemand. En, en niet, ja en het natuurlijk gewoon heftig vinden en zo wat het ook is. Besef je echt hoe heftig het is? Um. Nou ja, kijk, dat, dat niet in mijn leven. Nee. nee. Want ik vind het niet heftig. Nee. Want ik heb mijn leven zo to the max geleefd. In, 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 in alles. Dat nee, ik niet. Maar ik kan me wel be bedenken. Als, als jij bijvoorbeeld um, heel uh, zeg maar klein bent opgegroeid. Of jij ja. klein. Dat klinkt misschien een beetje denigrerend. Zo bedoel ik het niet. Maar niet uh, in contact bent vaak geweest met heel veel mensen op heel veel feesten op heel veel plekken heel veel drugs heel veel dat ze zo dat dat best ja. heftig is om ja. te horen dat iemand daar gewoon zo soort van ja een gimmick grapje van maakt ik snuif zo wel even aan ja, ja je ja, ging zeg maar van, je 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 hem en je ging van Schat, extreem ik stond, ik stond gewoon ik stond gewoon dit te zingen oh schouders buisje g buisje g Oh, schoudersbuisje, geefbuisje, geefbuisje. Ja. Ogen, puntje in je neus. Oh, mijn God, Groen, waar heb je dit gezongen? <laughs> niet, in de, niet, niet met een microfoon erbij. Nee, hè? maar nee. nu kan het toch. Ja, ja. nu wel. Nu, nu is alles goed. al. Ja. <laughs> <Toen> <laughs> ik ben zo benieuwd of ja. jij. Uh, ik wil je eigenlijk Misschien vragen... Misschien nog wel met een. Met, met, een, met, een, met een, <laughs> een carnavalskraker. Uh, nee, maar ik ben wel. Ik ben heel een benieuwd. carnavalskraker. als gaat stuk. <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd of jij uh, over een tijd. Als je hebt teruggeschakeld en uh, door je hele afkeerproces bent gegaan, hoe jij dan naar jezelf kijkt nu? Ja, ik denk nog met heel veel humor. Ja, dat, maar, dat, ik dat, maar, denk dat dat, maar ik denk dat, je... dat ik zo ook dat ik van ik, ik bijvoorbeeld ik kan ook we ik, 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 zitten natuurlijk weer in quarantaine uh, af laatst weer natuurlijk en um, of um, nee ik moest laatst in quarantaine. ik was laatst in quarantaine. Ja. Ik was laatst in quarantaine. Ja. Dan zit ik ook weer zo. Oeh, quarantaine. Lekker drugs bestellen. Oh, <laughs> maar weet je wat, het, wat ik zo insane oh. vind? Er zijn een hele hoop mensen in Nederland die geven zichzelf ook de stempel verslaafd. Die zijn verslaafd, die willen daarvan af. Ja. Maar hun omgeving is een, een groot contrast daarop. Maar jouw omgeving heeft zich gevormd na jouw verslaving. Ja. Waardoor jij nooit. Uh, ten, je functioneert daarmee. Je, je diepe dalen zijn niet per se door drugs en drank, maar door de shit die je meemaakt. Ja, um, je omgeving gaat erin mee. En als je omgeving er niet in meegaat, dan, dan zijn er wel weer honderd nieuwe mensen daarom, die erin meegaan. En ze hebben ook nooit wat kunnen doen. Maar uiteindelijk, het, ja, dan, daarom is het zo fijn dat bij mij die ja, ik noem het even het kwartje gevallen ja. is. Dus dat is zo waanzinnig. Dat is echt heel mooi. Maar onderaan die streep, je wil er wel van af. Ik wil er heel graag van af. Het is goed geweest. Het is goed geweest. Um, ik denk echt dat. Al, ik, ik wil je uitnodigen om over een jaartje nog een keertje aan te schuiven. Dat vind ik heel leuk. Nu al. Weet je dan wel gewoon je hele eigen. Dat is waarschijnlijk ah, wel in... wat minder te vertellen. Nee, nee, nee al, er ik denk voor. het is juist van niet, want minder ik ben heel ben benieuwd of jouw visie hier, ja, wat hier verandert. Leuk. Want je bent gewoon een positieve, blij guy. Uh, je je met de grootste, nou ja, die katers die heb je niet, maar met nee. met, met het jij geniet overal van in al, alles wat je doet en ja. je zit hier nu ook van levenslust over het hele proces te praten waar je over waar je nu in nu ingaat. Dat is ook wat mijn moeder zegt. Mijn moeder ken mij natuurlijk als geen ander ook. Ze zegt ik weet ook gewoon um, dat dat dit dat je ervoor gaat. Ja, ja. Um, ik uh, um, we zouden een stukje gaan voorlezen uit het boek. En dat heb ik niet, niet echt gedaan. Maar misschien kan je een klein stukje van je eigen brief aan jezelf voorlezen. Een klein ja, stukje. Ik heb tuurlijk. hier. Ik heb het. Ja, heb jij dat daar? Ik heb hem hier. Mijn boek, um, die. Ik zal het even ja. uitleggen. Ja. Mijn boek eindigt met een brief naar mezelf. die ik zelf heb geschreven. Zo, Koen. Ik weet niet waar of hoe ik moet beginnen. Brieven kan ik wel schrijven. Maar toen Mireille laatst tegen mij zei. Is het niet mooi en fijn voor jezelf om een brief naar jezelf te schrijven? Kreeg ik de tranen in mijn ogen. Ja, misschien moet dat inderdaad wel. Als je mij dit een half jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: Hé hey meid, doe niet zo tuttig. Hoe dan? Maar oké, okay, we zijn inderdaad een half jaar verder. Zes maanden later, waar ik mijn levensverhaal, mijn pijn, mijn vreugde, mijn hysterie, mijn geheimen, mijn liefde heb verteld tegen Mireille. Lachend, maar vooral met heel veel tranen. Voor ik verder ga. Geen idee hoe je een brief moet schrijven naar jezelf. Maar ik ga het toch proberen. Ik heb, ik heb tips gevraagd aan Mireille. Ze stond me eigenlijk overal in bij. Maar hoe is het, hoe is het zelf toen zei... Koen, dit moet je zelf doen. Dus nou Koen, ouwe gek. Daar gaan we. Meisje, lover, homo, beste vriend. Knapste, lelijkste, lief broertje. zweermaker, circus, prinses. Flikker, topper, gekke meid. Drama queen, nare poot. Zo'n heerlijk jongen. Koen Kordesjen. Koen Pieter van Dijk. Als ik terugkijk op mijn leven... heb ik natuurlijk heel veel dingen meegemaakt in mijn leven... die ik nooit had moeten meemaken. Je hebt het zojuist... Je, je hebt het als het goed is zojuist allemaal gelezen. Jeetje. Ik heb mezelf vaak verloren. En ben toch ook vaak gelukkig. Dus daar wil ik het niet meer over hebben. Laten we het hebben over de toekomst. En mijn familie en vrienden. Laat ik beginnen bij, de, bij het meest dierbaarste in mijn leven... Lieve papa, mama, tieners, opa en oma. Ik heb jullie nooit pijn willen doen, al heb ik dat wel eens gedaan. Jullie zijn mijn alles. Altijd zijn jullie er en hebben jullie mij alle liefde gegeven die gegeven had kunnen worden. Ik ben zo trots op jullie allemaal en het wordt tijd dat ik dat ook weer op mezelf word. Ik hou zoveel van jullie dat het gewoon pijn doet. Lieve vrienden, wat maken jullie je af en toe zorgen? Hebben we nachtenlang gelachen? Geheld, gek gedaan en de mooiste momenten in mijn leven samen mogen meemaken. Kortom, jullie zijn als familie voor mij. Voor altijd. Jullie zijn nooit meer van mij af. Oh. Koen, wat hebben we het heerlijke? Soms een beetje te heerlijk dat je jezelf kwijtraakt in het leven wat zo mooi kan zijn. Wat we ook zeker mooi hebben meegemaakt. Maar ook zeker met heel veel pijn en verdriet hebben we mogen meemaken. Als ik terugkijk, moet we meemaken. Als ik terugkijk naar mijn leven, denk ik, het is goed zo. En nu pakken we door. Lieve familie, vrienden, lezer, dit is het moment dat ik dit boek dichtgooi. Vol met geluk, pijn, hysterie, verdriet en vreugde. Ik beloof jullie niets, want daar geloof ik niet in. Maar watch me. Dit was mijn verhaal. It's time for a new chapter. Gelukkig Koen. Ja. Oh, lieverd. Ja schat. Ik ben zo trots op jou. Dankjewel, lieverd. Echt zo trots op jou. Ja, het wordt tijd dat ik ook weer trots op mezelf word. Ja, maar nu op dit moment. Ben jij waarschijnlijk mobiel niet meer echt bereikbaar? Ik wil aan iedereen um, die de podcast luistert. en dat zijn allemaal hele lieve mensen. de mensen, alle podcastluisteraars. om Koen te overweldigen met lieve berichtjes, DM's, likes, reacties. Ja, heel fijn, zoals ze zijn. <laughs> hele vrachtschepen vol, want dat heeft hij nodig. En ik denk dat zij het ook als geen ander waarderen. dat jij zo kwetsbaar bent. gaat boekchecken. Ik heb hier een stukje. En wat ik eigenlijk. ik heb het geschreven. Maar ik wilde het niet per se voorlezen, ik wilde het vertellen. Maar ik ga het toch even vertellen, omdat niks in deze podcast is gegaan zoals ik gepland had. Ja. Maar ja, dat is gewoon als wij een fucking gesprek voeren. Dat ja, gaat dat over de gaat fucking place. place. Ja, ja voor de luisteraars. Heb maar eens een, ik, een fucking vriend die zo'n boek schrijft. Die eventjes een soort van zijn hele levensverhaal uitstort. Met allemaal heftigheid. Met dit als conclusie. Ik heb mezelf niet meer in de hand. Uh, ja, um, oké. Okay. Um, ja, uh, Koen, je bent een parel en er is niemand zoals jij. Ik denk dat het leven nog veel leuker voor jou gaat worden dan dat het nu is. Ik zeg niet dat het makkelijk wordt, maar het leven dat op jou ligt te wachten is het waard om voor te vechten. Dit boek is een groot cadeau voor jezelf en voor de mensen om je heen die zoveel van jou houden. Dit is jouw verhaal en jij hebt ballen om het te vertellen. Je bent zo lief voor de mensen om je heen. En het is hoog tijd dat je net zo lief voor jezelf gaat worden. Ik denk niet dat alleen ik jou dit gun, maar ook alle luisteraars van de podcast dit voelen. Overlaat Koen met lief berichtjes, DM's en reacties. En uh, zorg ervoor dat je het boek gaat checken. En als je in hetzelfde schuitje zit als Koen, laat het hem dan weten. Want uh, Koen is de allerliefste van de wereld. En, uh, en, en ik ben vangend trots op je. Oh, ik zou zeggen, wil ik weer vullen ja. Kan niet. Dank je wel lieve schat. Oh, je, je hebt me het allerbeste nieuws van het jaar 2020 gegeven. Het, wat, wat jij ook weet voor mij privé een grotere gestoorde gekkigheid ja. is. En uh, al jaren hoop ik de, dat je dit inzicht, dat dit moment, dat uh, dit moment uh, er komen. komt. En nu kunnen we dus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook, en dat moet je ook merken: dat ik ook wat meer afstand van je had op een gegeven moment. Omdat ik het zo moeilijk vond om het te ja. zien. Want ik vond als, als ik zag je dat kan je er ook niks aan doen. als jij helemaal naar de vernieling gaat en ik hou van je en je luistert niet. En er is een soort muur, dan doet het iedere keer zoveel pijn om elkaar te zien. Ja, en nu. Uh, wil ik gewoon laten weten dat ik, ik ben daar sowieso altijd al geweest. Maar ja. ik, met dit proces, weet je, je, ben, je gaat nu lief voor jezelf zijn. Ik ben er altijd. Altijd. En dat weet ik, lief ik ben. Altijd. Dat weet ik. En altijd. daar wil je ook heel erg voor bedanken. En voor dit prachtige gesprek. Ja, ik hoop dat de luisteraars het een beetje konden volgen. Want is... Ja, wij zijn natuurlijk woehoe. Ja, we hebben <laughs> ons nu echt in toom gehouden. Dit... Ja. Um, uh, ja, jongens, dit was het einde van een hele bijzondere aflevering van de, van de podcast. Ja. Um, ik zou je zo graag zo hard willen knuffelen, maar dat kan niet. Um, uh, I love you. I love you more. Dank je wel.